Beleg je in een obligatie van een onderneming of van een overheid, dan leen je jouw spaargeld uit, meestal voor een vooraf bepaalde periode of looptijd. Als huurprijs voor jouw geld ontvang je meestal jaarlijks interest of coupons, vaak een vast percentage van het geleend bedrag. Na de looptijd, op de eindvervaldag, krijg je jouw geld terug, tenzij de onderneming je niet kan terugbetalen. Er bestaat een markt voor obligaties, waardoor je ze kan kopen en verkopen aan een duurdere of goedkopere prijs. Hierdoor kan je winst of verlies maken. Maar als je de obligaties houdt tot hun eindvervaldag, brengen ze vooral op via hun rente. Hoe hoog die rente is, hangt onder andere af van het risico dat je als spaarder neemt. Leen je je geld uit aan een onderneming die financieel minder gezond is, dan krijg je misschien een hogere rente, maar dan loop je het risico dat je je spaargeld niet terugkrijgt op de eindvervaldag. Om de consument te helpen om het risico dat hij neemt beter in te schatten, bestaan ratingbureaus. Elke emittent, elke organisatie die een obligatie uitgeeft, krijgt van ratingbureaus een bepaalde kredietwaardigheid. Die geeft een indicatie van hoe waarschijnlijk het is dat de emittent de lening kan terugbetalen. Denk er dus aan, als je meer risico's neemt met een financieel product, dan kan het rendement hoger zijn, maar als een onderneming failliet zou gaan, riskeer je ook om een deel van je spaargeld te verliezen of zelfs al je spaargeld. Informeer je dus goed over de kwaliteit van de onderneming of de overheid die de obligatie uitgeeft.